Hi, Jonathan hier van Time2Kite. Leuk dat je kijkt naar deze video over Microsoft Word. Vandaag ga ik je laten zien hoe je vanuit Word direct een bestandje kunt delen met je collega's, met je vrienden of met wie je maar wil. Heb je ook andere vragen over Word? Blijf dan zeker kijken om te horen wat jij kunt doen om bij ons een op maat training te mogen ontvangen. Voordat je een bestand kunt delen, moet je altijd zorgen dat het bestand opgeslagen staat in de cloud. Op deze manier weet je zeker dat je ook samen kunt werken aan het bestand wanneer je het hebt gedeeld. De oude manier van een bestand delen is met een kopie. Een kopie toevoegen kan bijvoorbeeld via Outlook of misschien wel via Gmail of welk mailprogramma jij dan ook gebruikt. En daarnaast kun je het ook verzenden of op een USB-stick zetten. Maar vandaag ga ik je laten zien hoe je een bestand kunt delen met een link. Een koppeling waarmee als de andere persoon deze koppeling opent, je samen kunt gaan werken aan het bestand. Dus live samenwerken. Om te controleren of het bestand al opgeslagen is in de cloud, kijken we even naar het diskettetekentje linksbovenin het scherm. Staat daar een ververstekentje bij, dan weet je dat je bestand aan het synchroniseren is met de cloud. Daarnaast kun je ook altijd even kijken of het schuifje bij automatisch opslaan aanstaat. En bij mij is dat zo, ook dit kan ik dus weer vinden linksbovenin het scherm. Dus nu we weten dat dit bestand opgeslagen staat in de cloud, dus OneDrive of SharePoint, kan ik gaan beginnen met het delen van dit bestand. Om te delen klik je op de knop rechtsbovenin je scherm Delen. Dit opent een nieuw venster, deelvenster, en vanuit dit venster heb je allemaal verschillende opties om jouw bestand op de juiste manier te gaan delen. Ik zal je vandaag door de belangrijkste mogelijkheden hiervan heen lopen. Ten eerste zien we een schermpje waarin ik een naam, groep of e-mail kan invoeren. Ik zie ook een plek waar ik een berichtje kan toevoegen. En ik zie een knop met verzenden en een knop met kopiëren. Maar ook dit is een knop. Dus hier dat stukje boven de plek waar je geadresseerde kunt toevoegen, heb je personen in uw organisatie met een koppeling kunnen weergeven. En hier staat altijd de standaard optie die voor jou of jouw organisatie is ingesteld voor het delen. Wanneer ik daarop klik, dan krijg ik ook de andere opties die ik hier heb te zien. Dit zijn de rechten die je kunt instellen voor het delen van een koppeling. Zo heb je bijvoorbeeld koppelingen die voor iedereen werken, maar zo heb je ook koppelingen die voor alleen één specifiek persoon werken, die jij zelf hebt toegevoegd. We gaan ze allemaal even kort langs. De standaard bij mijn organisatie is personen in uw organisatie met een koppeling kunnen dit bestand openen of kunnen de link gebruiken. Dat houdt in dat iedereen die bij Time2Kite werkt deze koppeling dus kan gaan gebruiken. Dit is ook de manier waarop ik zo meteen dit bestand ga delen met mijn collega. Dit is namelijk iemand die bij Time2Kite werkt, dus binnen mijn organisatie. En daarom werkt deze link. Maar daarnaast kan ik ook iedereen met de koppeling aanklikken. En dit is dus een hele handige, maar ook een redelijk onveilige manier om de link te verspreiden. Deel je namelijk een Word-bestand op deze manier, dan kan iedereen die link ontvangt, ook als hij ergens per ongeluk terechtkomt, op deze link klikken en in jouw bestand komen en ook samen met jou gaan werken. Maar bijvoorbeeld ook het bestand verwijderen. Daarnaast heb ik personen met bestaande toegang. Dit is een optie die je wil gebruiken als je het bestand wil delen met iemand die al toegang heeft tot een bestand. Bijvoorbeeld omdat je het eerder hebt gedeeld of misschien met personen waarmee je in een team in Microsoft Teams zit. En tot slot heb je specifieke personen. Deze optie gebruik je als je eigenlijk maar één of een aantal mensen wilt toevoegen aan je bestand. En als je er zeker van wil zijn dat wanneer die link wordt doorgestuurd, dat die niet gebruikt kan worden door andere mensen. Specifieke personen zorgt er namelijk voor dat alleen de mensen wiens e-mailadres jij toevoegt, dit bestand kunnen inzien. In dit geval klik ik dus op personen in mijn organisatie met de koppeling en vervolgens kan ik gaan kiezen bij andere instellingen of ik ook bijvoorbeeld bewerken wil toestaan. In dit geval wil ik bewerken toestaan en nu zie je dat de optie alleen openen in revisiemodus ook zwart wordt. Dat betekent dat ik hem nu kan in- of uitschakelen. Als ik deze aanzet, dan krijgt iemand die deze link ontvangt het bestand in een revisiemodus. Dat houdt in dat het bestand in de stand alleen wijzigingen bijhouden aankomt. In dit geval wil ik dat niet. Ik wil gewoon volledige bewerkopties
geven aan mijn collega. Dus ik klik nu op toepassen. En wanneer ik op toepassen klik, kan ik vervolgens direct in het deelvenster mijn geadresseerde gaan toevoegen. Mijn collega heet Theo, dus ik typ Theo. En het handige is, omdat wij samen binnen een organisatie zitten met Microsoft accounts, kan ik alleen de voornaam en achternaam typen en dan herkent Word meteen mijn collega. Heb je geen Microsoft account of wil je delen met iemand buiten je organisatie, dan zou je het volledige e-mailadres in moeten typen. Nou, in dit geval is dat niet. Ik kan nog een berichtje toevoegen. Ik zeg, hallo Theo, kun je dit bestand bewerken? En ik kan hier direct op verzenden klikken. Wanneer ik dat doe, wordt er automatisch een mail via Outlook vanaf mijn Microsoft account verzonden naar mijn collega Theo. Dus ik klik op verzenden. Ik krijg een groen vinkje, dat betekent dat het is gelukt. En nu is dit bestand als koppeling verzonden via Outlook, zonder dat ik Outlook heb geopend. Nou, super handig wanneer je in een bestand aan het werken zit en even snel wil delen. Vervolgens heb je in dit deelvenster ook nog wat andere opties. We hebben net gezien dat je direct een mail kunt verzenden, maar je kunt ook vanaf hier Outlook openen. Je kunt bijvoorbeeld een geadresseerde invoeren en ik gebruik mijn collega Theo weer even als voorbeeld. En in plaats van verzenden klik ik nu op het Outlook-icoontje daar links van. Wanneer ik op het Outlook-icoontje klik, zie je dat Outlook meteen een mail opent met Theo als geadresseerde en met de naam van mijn bestand als onderwerp. Hier kan ik dus een bericht aan toevoegen en voor de rest werkt het hetzelfde als een normale Outlook mail. Dus hier zou ik nog andere geadresseerden kunnen bijvoegen. En een sluitbericht. Hou wel in de gaten dat de koppeling nog steeds alleen werkt voor personen binnen mijn organisatie. Ik ben weer terug in mijn Word-bestand. Ik klik op delen om een deelvenster te openen en wat ik hier ook nog wil laten zien is dat je een knop hebt met gedeeld met. Heb je de koppeling namelijk een aantal keer gedeeld via dit scherm, dan is het ook handig om te weten hoe je die koppeling weer verwijdert of onbruikbaar maakt voor de mensen met wie je hem hebt gedeeld. Dit kun je in hetzelfde scherm doen, alleen nu klikken we op een van deze icoontjes bij gedeeld met. Dit opent een nieuw venstertje en hier kan ik alle koppelingen zien die ik op dit moment actief heb lopen binnen dit bestand. Dus ik heb 2 keer een koppeling gemaakt. Eentje is een alleen lezen koppeling. Die heb ik met Theo Test gedeeld. En als ik daarop klik, op het tandwieltje ernaast, dan kan ik vervolgens op het prullenbakje klikken om de link onbruikbaar te maken. Dit kan ik voor elke link doen. En ook heb ik hier een overzicht wie er directe toegang hebben tot dit bestand. Als je even bent vergeten met wie je het bijvoorbeeld hebt gedeeld. Wil je nou toch wel een kopie verzenden en heb je niet behoefte om die link te delen, dan kan je ook vanuit ditzelfde deelvenster klikken op kopie verzenden, helemaal onderaan. En bij kopie verzenden kun je nog kiezen zelfs tussen Word document of PDF. En als je daarop klikt, opent weer Outlook. En in Outlook kan ik dan, net als op de manier hoe ik net heb laten zien, weer een geadresseerde toevoegen of een bericht toevoegen. En dan voor de rest werkt het hetzelfde als een normale mail in Outlook. Heb je nog steeds openstaande vragen nu over het delen van een Word-bestand? Wij van Time2Guide geven in company trainingen op maat. Dus heb je daar interesse in of kunnen jij en je collega's wel een steuntje in de rug gebruiken bij andere bedrijfssoftware? Laat het ons even weten of neem contact met ons op via www.time2guide.nl. En bedankt voor het kijken naar deze video over het delen van een bestand in Word. Mijn naam is Jonathan, er is altijd een Time2Guide en nu is er weer een Time2Go. Merk dat jij en je collega's moeilijk kunnen bijblijven in deze tijd van digitalisering? Volg dan nu samen een software training over Microsoft 365, Teams of Outlook. Of kijk op onze website voor meer informatie.